delen. Dat vind ik wel heel gepast. Kantoor of zo bij de gemeente. Dat ja, maar dat zit in. Had ik wat vast goud doen om ik weet. En dan gaat het wel een ja, twee, hè? Dat is wel ouder. Ja, dat is beter. Het is ook zo'n plek waar de familie wel zijn zo. Heeft u er ook langer van aan, hè? Een beetje lastig komen is, of niet? Ja, het was heel makkelijk komen, maar weggaan niet natuurlijk, want ze komen van alle kanten nu. Ja, met, nou ja, het is mooi weer, mensen kunnen in het berm gaan zitten. Ja, dat moet volgend jaar een beetje anders geregeld worden als kan. Mooi, bedankt. Meneer, u zegt wel bedankt, maar u hebt niks. Jawel, kijk. Helemaal, kijk, twee zaken vol. Ik heb baas, hier is een goede baas. U bent op de fiets gekomen? Ja, nou omdat het omdat toch wel druk is, ja. Ja. Maar omdat het ook net groen in leven is. Drie hebben natuurlijk. Jongen, vier is nog meer. Ja. Jasper, nou moet je thuis aan het werk. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk niet dat de vrouw het gaat doen. Succes met de laatste loodjes. Geweldig, jongeman. Dat is dus wel een succes. Dat is ideaal succes.
Bedankt, hè. Kijk, daar komt hij. De laatste. Dankjewel. Nou, succes ermee. Tot ziens. Pas op, meneer. 10:10 en de containers zijn leeg. Ze zijn helemaal uitverkocht, ja. Nou, volgend jaar maar weer. En nog meer aanvragen dan we nu gekregen hebben. Maar ja, er is natuurlijk wel een keer een grens op. Dus hoe meer mensen groen afval netjes inleveren, hoe meer compostzakken wij terugkrijgen. En hoe beter we kunnen uitdelen. En volgend jaar ga ik het denk ik met bonnen doen. Dat de mensen een bonnetje mee moeten nemen uit Verda Centraal. Waarmee ze dus 2 zakken kunnen ophalen. Want er zijn zoveel moeders, buurvrouwen en kinderen langsgekomen. Gelukkig ken je er een heleboel en weet je ook dat dat klopt. Maar soms denk ik wel eens van, nou, kom op zeg, je bent net ook al geweest. En dan staan ze bij de andere container. Hè, dan hebben ze eerst bij de ene gehaald en dan bij de andere heb je ook niet altijd overzicht op. Maar we hebben een cameraman gehad, die had al een haarveiling vastgelegd. En af en toe ook mensen op heterdaad betrapte. Dus misschien maken we nog wel een filmpje voor opsporing gezocht. 2 compostzakken die te veel zijn uitgedeeld. Nou, de film is te koop. Nou, kijk eens aan. Gaan we er vast wat mee doen.